Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Het is dinsdag 4 augustus. Het is nu rond 2:10. Ik ben al een tijdje wakker. En ik heb me ook al aangekleed. Dit dingetje komt van The District. De broek H&M. En dan heb ik het met mijn schoenen van de Pooh & Bear afgetopt. Ik ga zo meteen weg. Ik ga namelijk naar de verjaardag van mijn lieve nichtje Pepper. Die is vandaag 16 geworden. Dus happy birthday babe. En daar gaan we dus heen. Dus dan zie ik heel mijn familie weer. Dan gaan we daar gezellig eten. Super zin in natuurlijk. Oh my god, it's your birthday girl on the schermpje. Look at her diadeem, met 16. Ze is 16. Hoe voelt het nou, Pepper, om 16 te zijn? Ja, leuk, volwassen. Wat is het eerste wat je wilde gaan doen toen je 16 werd? Naar 16 plus films. Oh, stiekem keek jij die al hoor. Nou, in de bioscoop kwam je er echt niet naar als je niet 16 was. En kijk mijzelf, kijk. Vlogger in het wild, vlogger in het wild. Lekker naar mijn streak sturen. Hondjes, kijk eens. Hi. Ja, knappie. Oké, inmiddels zijn we bij Pepper op de kamer. En we waren net allemaal leuke TikToks aan het maken. En Pepper is dus nu een TikTok aan het maken voor op mijn TikTok-account. En het is echt heel grappig. We hadden zeg maar dat we hier liepen, zeg maar. Ik zal hem zo meteen weer even invoegen. Nu eigenlijk, want ik wil dat jullie hem ook zien. En liken en delen en commenten. Look at Pepper's nieuwe leerwalen. Wie had dit vroeger ook? Dit is zo nostalgie gewoon. Oh my god. Ik had dit ook trouwens vroeger. Toen heb ik hem een keer laten vallen en het was helemaal kapot. Mooi. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Het is woensdag 5 augustus. En ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik heb deze look weer aan. Die ik ook aanhad in de vorige vlog. Bij de Amsterdamse zomer. Dit korte broekje H&M. Deze komt van de H&M. En dan gaat die er nog bij op. Ik doe denk ik mijn fans aan. Het is knijter lekker weer. Kijk even naar buiten. Heerlijk. En wat ik vandaag ga doen. Is ik ga zo even met Kiaar de stad in. En we gaan even rondlopen daar zo. En ijsjes eten. Even wat lunchen denk ik ook. En we zien wel wat we gaan doen. Het is in ieder geval lekker weer. En het kan altijd nog veranderen. Het hele plan. En morgen zie ik trouwens Kiaar ook, want we gaan namelijk naar Langer Than Life met in de hoofdrol Maan. Dus daar heb ik super veel zin in, maar dat allemaal morgen, wel verwerkt in deze weekvlog. Maar ik neem jullie gewoon mee, let's go. Oké, ik ben dus nu met Kiaar in de Intertoys. En we zijn een vriendinnetje van ons even aan het helpen om deze twee karren hier te stickeren. Kijk nou hoe leuk dit is, jongens. Oh my god. Ik wil die benen altijd wel hebben. Kiaar, jouw outfit daar. Van die Barbie pop, baby born. Ga maar, chick. Plak. Yes, you can do this. We zouden eigenlijk gaan lunchen. Waar staan we? In de Intertoys. Nou jongens, we zitten er weer hoor. Lekker eten. Wat heb jij? Je hebt een chorizo. En ik heb een cheddar. Bon appetit, vriendin. Oké, en we zijn weer thuis. En Kiaar is bij mij thuis. We zitten hier met rosé-achtig bierding. Rosé-limonade, kijk. Fancy de fancy. We hebben Pringles. We hebben daar, jongens, staat het hele grote zwembad. Die is nu Karel aan het vullen. Wacht, ik laat het gewoon even zien. Kijk even. Het zwembad! Want het wordt van het weekend wel echt mega warm. Dus we dachten van ja, we gaan het zwembad gewoon lekker in de tuin gooien. En dus dat wordt gezellig. Een hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag 6 augustus. Het is nu rond 11:45. Ik ben aan het bellen met mijn grote vriendinnetje Sid. En ik ben nu ondertussen ben ik ook mijn koffertje of tas aan het inpakken. Want ik ga namelijk vandaag naar het concert in de Ziggo van Maan. Super zin in, alleen de struggle is letterlijk real, want ik weet niet wat ik aan moet doen. Ik dacht, ik doe gewoon dit korte broekje gewoon weer aan, want het wordt echt
echt warm vanavond. Of vandaag eigenlijk. Dus ja, ik ga me even ready maken. En dan neem ik jullie gewoon mee vandaag. We zijn weer aangekomen in de stad. En ik ben met Kiara alweer. Voor de derde keer deze week. Tweede keer deze week. Morgen derde keer. We zijn voor de H&M. De H&M is hier. En we gaan vandaag iets super cools doen. We gaan namelijk vandaag naar het eerste concert weer van 2020. We gaan naar Maan in de Ziggo. Hoeveel zin heb jij erin? Heel veel. Ik heb er ook super veel zin in. Het enige wat wel heel kut is, we mogen niet meezingen, maar we mogen wel twerken, we mogen dansen, we mogen neurien. Dus ja, je mag je favoriete move weer doen vandaag. Ja, nee. Yeah. Nee. Dus we gaan even de H&M in, eventjes kijken voor een outfitje en dan zie ik jullie zo weer. Nou, zoals je kan zien zitten we in de trein. En we gaan nu naar Amsterdam. We rijden echt letterlijk weg vanaf Delft. We hebben zo meteen eerst een tussenstop op Amsterdam-Zuid. We hebben echt geluk gehad van deze trein waar we nu in zitten. Die stopt zeg maar in Duivendrecht. En hij rijdt niet verder in verband met een defect spoor. Maar wij moeten nog altijd daarvoor er al uit. Dus dat is echt super relaxed. Ik ga even dit achter mijn oor proppen, want anders is het echt vet kut. Maar goed. Ik heb er zoveel zin in het concert van Maan. Nou, je fave nummer. Blijf bij mij. Voor mij is dat niet alleen. En Ride It vind ik heel leuk. I'm going to Hell my luck. En vanavond is er ook een persconferentie over die hele situation. Waar ik de naam van niet ga noemen, want dan wordt mijn vlogje zeg maar niet door heel veel mensen bekeken. Maar goed. Oké, we zijn aangekomen bij het hotel. Kiar, eerste indruk. Mooi hotel. We hebben uitzicht op de arena. En op de Ziggo Dome. Dus we hebben echt heel mooi uitzicht. We zitten wel op de 9e verdieping. Dus ik ben een beetje bang. En mijn hoogtevrees komt weer een beetje opspelen. We staan nu nog even buiten. En want Kiara moest even wat doen. En dan gaan we daarna naar boven. En dan geef ik jullie boven een kamer. Een roomtour. Oké, okay, we zijn aangekomen in de kamer. Ik geef jullie even een hele leuke roomtour. Het is een super mooi hotel. Het personeel is nu al vet vriendelijk tegen ons. Maar de kamer ziet er als volgende uit. We slapen op de 9e verdieping. Ik schijt een beetje in mijn broek. Want mijn hoogtevrees komt weer naar boven. Maar hoe? We gaan daar niet aan denken. We gaan beginnen met de roomtour en let's go. Als je de kamer binnenkomt, is dit het eerste wat je gaat zien. De badkamer met allemaal tekstjes en zo. Op de muur of in de douche. De hele leuke douche. Oh, hier zit die douche. Nou, hier hebben we allemaal oranje licht. Alles oranje. Hier ben ik. Hey, Ziggo Dome kwaliteit. Spiegel, dit, nou dit een kast met een hele moeilijke constructie en zo. Nou, koffie, alles. Dus je bang bang, Kiara hier, hi. Hey. De bedden met dit as, hele leuke achtergrondje, supermooi. Dan heb je hier een zitgedeelte en dit is ons uitzicht. Dit is letterlijk de Ziggo Dome. Dit is de Ziggo Dome, dan ga ik hierheen en dan is dit ons andere uitzicht. De arena. Woehoe. En hier kan je heel leuk zitten en zo. Kiara is nu de speaker. Ja, hij lukt niet. In te doen. Wil jij het daar proberen? Ja, ik probeer dadelijk. Nou, we gaan er een leuke dag van maken. Heb je er zin in? Woehoe. Het is nu op de gang. En kijk even, deze gang is super mooi. Letterlijk, dit is dus allemaal super pretty. Oké, ik moet. Kijk, zelfs de lift is mooi. Kijk, allemaal van die muziekdingetjes en zo. Nou, hier hebben we de schmiegels. Hey, Kiara, je ziet er goed uit in dat jurkje. Het is geen jurkje, het is een pakje. En ik ben dik, nee, grapje. Oké, dus we gaan lekker even een drankje doen. Lekker met de meid, meid, favorite meid, doei. Oh, wauw. Cute. Wauw. Cheers.
Ondertussen zijn we aan het eten. Ja, lekker hè. En we hebben daar gekocht, bij de Febomobiel. Ik heb patat met mayo, ik heb twee kaasvlees, ik had een cassis gehaald. Wat had jij? Lekker, eet smakelijk. Nou, zoals je kan zien, lig ik in bed. Kiara is nu de haar aan het fixen. Ik lig lekker in bedje hier tv te kijken. En ik ga me zo meteen ook omkleden. Want ik heb daarnet bij de H&M op Delft heb ik een spijkerbroek gekocht. En een soort blouseje. Want dat ga ik vanavond aandoen. Ik wilde eigenlijk eerst mijn shirt aan van Maan. Maar dat was 3x XL. Dus ik dacht, nou weet je, laat maar. En ja, het bed ligt echt super lekker. Het is echt zo'n heerlijk bedje. Dus dat is echt super chill. En het is nu rond 6:15. Over ongeveer 3 uurtjes begint het concert. 2 uur en 3 kwartier. En dan gaan we lekker dansen op Maan. Dus ik hoop dat ik mijn camera wel mee mag nemen. Maar ik denk het wel, want het is best wel een klein compact cameraatje. Onze boodschap vandaag is dan ook simpel. Een tweede lockdown willen we niet. Oké, de persconferentie is voorbij. We hebben ons helemaal klaargemaakt. Dit is wat wij aan hebben. Ja, kom eens. Als eerste heb ik dit hele leuke blouseje aan van de H&M met een broek, ook van de H&M en Vans. En dit is wat Kiara aan heeft. Wat heb jij aan? Van Most Wanted, toch? Een topje van Most Wanted en het rokje komt ook van Most Wanted. En mijn schoenen zijn Dr. Martens. En de tasje weet ik eigenlijk niet meer. Ik doe denk ik ook die H&M heuptas op. Dus we gaan even nu... Van de Prima. Oh, van de Pri. We gaan even een drankje doen, even beneden. En dan gaan we om 8:30 gaan we de zaal in voor Maan. We zijn binnen. We zijn binnen. Look at my shirt. Look at my shirt. We hebben echt een goede plaat. Kijk even. Dit, daar is het podium. En ja. Lekker guys. Wat zei ik hier? Hey, lekker beetje. Geniet van de show, meid. Ja, joh. De rest kan me niet schelen, dus we zitten weer buiten.
Het concert van Maan is afgelopen. Ik heb trouwens van Maan dit shirtje gekocht. Superleuk. En kijk even de bag. Maan, all the way up. En ik heb ook nog een trui gekocht met onverstaanbaar, want die wilde ik eigenlijk al eerder bestellen. Maar toen was die net niet meer op voorraad, mijn maat dan. En Kiara heeft ook een heel leuk shirtje gekocht. Ja. Van Maan er ook op. En dit is limited edition. Dus ik ben daar echt super blij mee dat ik gewoon een limited fucking edition heb. Ik heb echt mega erg dorst nu. Dus ik dacht van, oh, je kan nog wel gewoon drinken halen. Zullen we gewoon zo drinken halen? Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Het is vrijdag 7 augustus. Het is nu 8:45. Ik ben echt al vanaf 8 uur of zo wakker. Look at my man shirt. Ik ben er nog echt super blij mee. Ik ga zo meteen douchen. Trouwens, ik hoop niet, ik weet niet of ik, ja, die, we hebben ook een regendouche blijkbaar. Dus dat is super vet. We hebben om 9:30 gaan we ontbijten hier in het hotel. En ja, voor nu ga ik gewoon nog even lekker chill doen. En ik neem jullie gewoon weer mee vandaag. Oké, inmiddels hebben we ons helemaal klaargemaakt. Kiara, haar outfitje. Mijn outfitje. Ik heb geen broekje aan, grapje. We gaan nu de lift in en we gaan ontbijten. Hey! Het is zaterdag 8 augustus. Het is nu 11:30. Het is fucking warm buiten. Dus ik heb me 3000 keer omgekleed. Ik ga zo lekker eventjes 2 uur werken. Daar heb ik zin in. En daarna kom ik lekker naar huis. En dan ga ik in het zwembad springen. Want mijn nichtje en mijn neefje zijn er. Dus daar heb ik super veel zin in. Dit is wat ik momenteel draag. Dit paarse blouseje van de H&M. Met deze korte broek, ook van de H&M. Een riempje komt van de Primark. En schoenen Vans. En dit is dus mijn lookje voor vandaag. En mijn haar zit echt fantastico. Dus ik neem jullie mee. Let's go. We gaan er vandoor. My god, jongens. Kijk even. We hebben een zwembad. In de tuin. En we hebben ook van dit soort opblaasbare dingetjes erin. 2 banden, helemaal leuk. Het is lekker koud. Dus ja, heerlijk. Seb, douche een leuke geluidje. Even serious. Dat wat je net deed. Doe maar. Dat dus. La 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 la. Hey Pep. Check je haar. Je hebt je haar geverfd. Mijn haar is lelijk. Papier. Hoezo is je haar lelijk? Het ziet er echt fantastisch uit. Kijk op een goede camera. Kijk, je kan jezelf zien. Wow, it really is orange. It's very beautiful. Komt niet laten vallen. Komt het in de vlog? Ja. En wie bekijkt jouw vlog? Heel weinig mensen, maar Quinty mag er niet op, want Quinty haalt dat. Ja, toch erop. Wait, let me just... Wat? Put me in de thumbnail en in de caption. People will click. Oké, doe clickbait. Doe clickbait als ik Kylie ben. Haar verf, gemislukt. Kylie gemiet op de Piet Awards. Oké. Ja, anyway. Oké, we zijn dus net het zwembad weer in geweest. Want het helpt altijd tegen kou, of nou kou, dat je toch lekker slaapt. Ik heb hier ijsthee in een Starbucks beker. Ik ben trouwens ook met Sophie hierachter, maar ze wil niet op camera. Ik heb trouwens mijn joggingspak aan, mijn witte joggingspak, met hele mooie sokjes. En we hebben net dit allemaal klaargezet. Sophie heeft het klaargezet.
En zo, gatver voeten in beeld. Dat ga ik niet doen. En dit allemaal. En dit gaan we lekker eten. Morgen allemaal. Het is vandaag zondag en ik sta in de spoel. En jullie kunnen er al zien. Ik ben weer met mijn favoriete collegaatje, Pemmetje. Ik heb me net gesneden in de mandarijn. Hallo. Sinaasappelding. Dit is Anoushka. Anoushka. Dit is Anoushka. Hi. Hallo. En we hebben allemaal gele shirts aan. Wat een goed idee van ons. Happy Christmas shirts. En we hebben het echt super warm, want het is binnen hoeveel graden? Ja, ik kan het wel zien, maar ik ben een soort van tomaat geworden of zo. Mooi Pam. Kijk, dit zweet druipt gewoon van mijn voorhoofd af. Niet oké. Tanina is nu voor, mensen aan het helpen. En wij gaan even lekker opruimen. Het is nu 1:15. En we moeten tot. We moeten tot 5. Maar we gaan waarschijnlijk eerder dicht, omdat het gewoon echt niet te doen is. Nee. En ja, dus dat was de opening. En we gaan jullie eventjes vandaag meenemen. Kijk eens wie me is komen opzoeken. Is Sitje. Hey. En we zijn bezig met opruimen hier in de zaak. Ik zit aan de limo. Oh, en ik heb trouwens in mijn vinger gesneden, maar dat had ik al verteld. Het is nu, even kijken, het is nu 15:53. En ja, dat is... Hey, nou, het is het einde van de dag. We hebben de dag overleefd. We hebben net een soort watergevecht gehad, kijk. Helemaal zeikensnat. En ja, die filmpjes die dat ik nat wordt gemaakt, die zal ik er eventjes invoegen, want dat is grappig om te zien. Nu lekker aan de ijs. We hebben nog taart. Sid, wat, je bent een model, maar dit mag jij helemaal niet. I don't give a shit. Healthy life. Healthy life. Oh mijn god. Dit moet ik dus niet uitknippen. Dit is tering grappig. Dus hashtag modellenleven. Of je kan obesitas worden net als ik. Doei.